Waar ik nu sta, zouden volgens het plan dagelijks duizenden mensen naar dolfijnenshows komen kijken. Maar ja, je ziet het is hier uitgestorven. Er komt geen mens. En dat terwijl dit dé publiekstrekker zou moeten zijn voor de splinternieuwe stad die hier pal achter ligt. Het is gebouwd door Evergrande, een van de grootste bedrijven van het land. Het is maar de vraag of deze gebouwen ooit afgemaakt worden. Wat je hier ziet staat symbool voor de Chinese huizencrisis. Er werd decennia lang extreem veel gebouwd met behulp van dure leningen. En dat kon doordat de huizenmarkt maar bleef stijgen. Tot 2 jaar geleden, toen de overheid die dure leningen een halt toeriep.像我这房子空的太多了，像这种烂烂尾楼啊，什么楼啊太多了，房价像这种地方肯定是越来越没人要，越来越低了。韩女士啊，你有意向在新的哎，有房子来上门进行价格？这里什么？你就说现在你来了，坐了电视看看，就是弄几顿饭吃，别没什么花头了，你不保出些没什么东西啊。 En nu wordt er gevreesd voor de gevolgen. De hele Chinese economie drijft namelijk op de huizenmarkt. Stort die markt in, dan betekent dat werkloosheid voor miljoenen Chinezen die actief zijn in de sector, zoals bouwvakkers en installateurs. Bovendien hebben veel kopers hier al hun geld in het huis gestoken. Een deel daarvan is al verdampt en het wordt alleen maar erger. Want als je geen huis hebt, dan is de economie gewoon een leegte. Voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.